MVV kan ook zelfs nog vrij afkrijgen in die eerste ronde van de play-offs. Strijdt met een paar ploegen nog om een vrijgeleide. Moet het wel opletten tegen Jong PSV dat sterk uit de startblokken komt. Hele grote kans dit voor Verret. Voor Jong PSV staat er niet zoveel meer op het spel. Ja, Pascal Jansen, de trainer, wil graag Jong Ajax achterhalen op de ranglijst. En na de overwinning van afgelopen maandag op diezelfde belofte uit Amsterdam zou dat zomaar nog kunnen. Tweede kans is ook voor de bezoekers. Voor Joël Pirou. Maar als spits had hij toch meer met deze kans kunnen doen. Het geeft wel aan dat Jong PSV prima speelt in Maastricht. MVV niet in goede doen in de beginfase. Ippel. Ook hij heeft eigenlijk geen idee waar hij heen moet met die bal. Geeft hem dan maar aan Labiele. En zo kabbelt de aanval van MVV wat voort. Dan zie je wel weer Ippel met veel ruimte om het een keer te proberen. Ippel! Ook de redding van Yannick van Os is prima. Vijf keer op rij niet gewonnen MVV. Niet in goede doen. Niet in juiste vorm zo richting de play-offs. Hier is hij weer. Pirou. Geweldige redding van Geens. Stelt zich goed op. Pirou moet hem natuurlijk naar de hoek koppen. Maar Geens met een prima reflex. Maar zo blijft het 0-0. Dat mag vooral Jong PSV zich aanrekenen. Luis Pedro. Een beetje te hard. Schrooien maakt er nog wat van. Uitstekende ingreep van Alberto. Assisteert daar zijn doelman op de doellijn. MVV normaliter wel goed tegen jongploegen. Vijf keer gespeeld, 11 punten. Hier gaan ze weer met schrooien. Als hij de achterlijn haalt, kan het gevaarlijk worden en zelfs een goal. Nkoyi is de maker, natuurlijk. Patrick Nkoyi voor de vierde thuiswedstrijd op rij dat hij scoort. Wel enig fortuin, want die bal valt een beetje tussen alles en iedereen in. Maar als een echte spits is hij wel het meest attent en zorgt zo voor de 1-0 voorsprong voor MVV bij rust. Die kan je niet echt verdiend noemen. Hier is Pedro na rust. Hij let als enige wel op. Alleen het afronden laat nog wat te wensen over. Labiele, goede ingreep. Als het dan snel gaat, kan er een grote kans komen voor MVV. Daar is hij weer. Luis Pedro. Twee keer weer mis. Nu een goede redding van Os. Zo komt MVV iets beter in de wedstrijd in de tweede helft. Maar gaat hier PSV met Kenneth Paal en Verret. En in twee instanties Geens. Die haalt zijn ploeg toch in de race hier. En Pirou had makkelijk een doelpuntje kunnen maken. Vrije trap, Jong PSV. Daar staat Alberto en dan is zelfs Geens geklopt. Hij hoeft niet eens te springen. En dat betekent dat je slim loopt of slecht verdedigd wordt. In dit geval geldt beide, want Nkoyi is Alberto helemaal kwijt. En dan is het dus 1-1. Vrije trap, MVV. Sirani achter de bal en dan is het raak. Wat is dat toch een fenomeen. Het is zijn vijfde doelpunt dit seizoen. En alle vijf uit een directe vrije trap van de linkerkant. Geen kruid tegen te gewassen voor Van Os. En MVV weer op voorsprong. Gudmundsson namens PSV. Een mooie combinatie. Gudmundsson nog altijd. Prachtig gedaan zeg. Een vrij staaltje slalommen van Albert Gudmundsson. Zijn 15e doelpunt dit seizoen. En daarmee brengt hij de eindstand op 2-2. En omdat hij zo mooi is. In de hele kleine ruimte. Geweldige techniek. En daarmee een mooi einde aan een interessante wedstrijd. Die voor MVV pijnlijk genoeg in 2-2 eindigt. Alessandro Serrani, schitterend doelpunt, brengt de stand op 2-1 en ik denk, haha, buit binnen. Ja, ik denk dat het moeilijk was om te scoren tegen Jong PSV en dan maken we 2-1 en dan denken we dat we dat moeten vasthouden. En uiteindelijk beginnen we slordig te worden en fysiek werd het wat zwaar en kreeg PSV wat kansen en dan uiteindelijk wordt het toch 2-2. Dat wij al meerdere malen dit seizoen hebben dat we op het einde een doelpunt binnenkrijgen en vandaag was weer het geval. Ja goed, ik denk dat iedereen naar de ranglijst kijkt. Je krijgt een Jong PSV tegenover je dat het hele seizoen in de top 3, top 5 vertoeft. Het is gewoon een heel goed elftal, het staat ook hoog op de ranglijst.
Daar hebben we vandaag heel moeilijk tegen gehad. Ik denk dat we vandaag onze eerste mindere thuiswedstrijd hebben gespeeld. Echt mindere thuiswedstrijd. Weinig fases van dominantie of controle gehad. Elke keer achter PSV moeten aanlopen. Nou, uiteindelijk kom je met 2-1 voor. Hard werken. Dan moet je het binnenhalen, maar dat is ons niet gegund op dit ogenblik.